Mijn naam is Lodewijk de Leu en je luistert op Ik Was Hier Live naar een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed. Als je naar krulbollen kijkt, heb je onmiddellijk het spel door. Zeer simpel, je rolt een bol zo dicht mogelijk bij een staak. Dennis van Voren vertelt je hoe iets zo eenvoudig ook zo ontzettend moeilijk kan zijn. Wie begint met krulbollen, staart naar de staak en stuurt zijn bol in die richting. Maar net dat moet je niet doen met een krulbol. Ik ben dus Denny van Voren, ik woon in Everhem. Ik ben opgegroeid op een boerenhofke, waar dat ik als kleinkind beginnen bollen ben. Er lag daar een bolbaantje. Dus laten we zeggen, van een jaar of 7, 8 ben ik daarmee begonnen. En ik ben er nog blijven doen tot op heden. Dus dat is al een aantal jaar. Eigenlijk, dat is een heel leuk volksspel. Dat is ook een spel waar ze competitief wel goed kunnen in zijn. En ook dat er competitief serieuze wedstrijden in gebeuren. Maar recreatief ook. En, absoluut. Het is niet echt moeilijk, maar het is ook niet gemakkelijk. Je moet wel een beetje de techniek onder handen hebben voor daar toch wel mee weg te zijn. Van de eerste maal zal het niet lukken. Alhoewel dat je ziet, ik ben ook een aantal jaren in bestuur geweest van de Belgische Krulbolbond. En wij geven ook verschillende initiaties aan groepen die het nog nooit gedaan hebben. En als je zo'n groep krijgt, laten we zeggen pakweg 20 man, na een kwartiertje, een half uur, die zie je, die had het kunnen en die had het niet kunnen. Dat is eigenlijk een beetje kort samengevat wat dat is. Het bolspel op zichzelf berust in het volgende. Dat is van paal naar paal. Die palen staan 7 meter van elkaar. Het is de bedoeling van in 2, je speelt altijd in 2 ploegen, of man tegen man. En het is de bedoeling van zo dicht mogelijk bij dat paaltje te eindigen. De ploeg die het dichtste ligt nadat ieder zijn beurt gekregen heeft, die scoort een punt. Liggen er 2 van dezelfde ploeg dichter dan de dichtste van de tegenstrever, scoren ze 2 punten. En als met 3 is, hebben ze weer 3 punten. En 9 punten is uit. En dat is een afvallingswedstrijd. Dat is de eerste ronde. Je speelt die tegen die, die tegen die. Verliezers vallen af. Winnaars gaan door tot je uiteindelijk een halve finale en finale krijgt. Speciale kledij moet je niet hebben. De krulbol zelf, dat is gereglementeerd. Dat is uit kunststof. Dat is geen hout. Alhoewel, de meesten denken die er eerst gezien dat is hout. Nee, dat is niet waar. Dat is Wartex noemen ze. Dat is een soort kunststof. 2 componenten geperst onder hoge temperatuur en onder hoge druk. En daaruit wordt dat gedraaid. Van datzelfde materiaal, want dat is niet uitsluitend voor kruidbollen, want anders zou de afzetmarkt veel te klein zijn. Datzelfde materiaal wordt ook gebruikt voor tandwielen, voor traagdraaiende machines, onder andere. Dus daar hebben ze het leren kennen. En dat is degelijk. Dat gaat zelden of nooit kapot, bij manier van spreken. Het kost nu, over de huidige ogenblik, nieuw €125 per stuk. Dus als je echt wel, zei je misschien wel best dat je 2 stuks aanschaft. Een grotere voor mee te bollen, voor te bollen. En een kleinere, want ze mogen dat ook wegschieten. Als ze denken, kijk die ligt te dicht, mogen ze deegstreven mag dat wegschieten. En daar gebruiken ze wel kleinere bollen. Die mogen maximum 22,5 centimeter groot zijn. Ze moeten minimum 18 centimeter zijn. Ze moeten minimum 82 millimeter dik zijn. En ook de afronding is gelimiteerd. Dat wordt met een kaliber gemeten bij de wedstrijdleider soms. Ook niet altijd, maar de meeste zitten binnen de curve. En dat is het materiaal. En verder ja, moet je daar niet veel voor hebben. Hè. Die terreinen die zijn, waar wij naartoe gaan, die terreinen, dat is overal aangelegd. Hier in Doornzeel is er één, in Sleiding is er één, in Waarschot is er één, in Zomerhem is er één, enzovoort. Het wordt gespeeld, de kruibol is eigenlijk specifiek een beetje meetjeslands. En als je het zo situeren, je hebt de N9 van Gent naar Brugge,
De oude Steenweg van Gent naar Brugge. Al die dorpen die daar langs liggen, tot en met Oostkamp, wordt dat beoefend. Ja. Zowel competitief, want er zijn die spelers, ook in Nederland, in Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen is het ook de laatste jaren, alleen moet ik zeggen de laatste jaren, al een aantal jaren dat het daar ook populair is. Het eerste probleem is, als je een bol in je hand neemt, dat is afgerond, maar niet symmetrisch. Dat is langs de ene zijde een klein beetje meer weggeslepen, zo gezegd. Ja. Zodanig, als je dat rolt, dat dat niet rechtlijnig loopt. Door die ronding maakt dat een krul. Krulbollen. Een curve. Dat is het wel de moeilijkheid bij de meesten die het de eerste keer doen, van te weten welke zijde, naar welke zijde dat ze gaan draaien en naar welke zijde dat ze niet draaien. Dat is eigenlijk de eerste moeilijkheid. En dan natuurlijk de afstand inschatten. Hè. De breedte dat je moet bollen, je moet je ergens een mikpunt zoeken, ergens midden van de baan. De meeste beginners kijken te veel naar die paal aan de overzijde. Mogen je niet doen. Want die bol die loopt niet rechtdoor. Die bol die moet krullen. En dat is eigenlijk, ze kijken ernaar en dan automatisch zitten ze te smal, laten we zeggen, zitten ze te vroeg gedraaid. Dat zijn de twee punten waar je als niet-beoefenaar in eerste instantie moeilijkheid mee hebt. Dat is een volksspel, weet wellicht ook. Andere volkssporten, ik beleef meest plezier aan het spel, geen neidigheid, zit er weinig neidigheid in, zo weinig jaloezie. En toch is het wel competitief dat het soms een keer hard kan gaan. Maar ik doe het echt, en de meeste zijn ontspannen na de wedstrijd en gedurende de wedstrijd ook. Het is eigenlijk ontspannend, voor mij toch. Er zijn sommige anderen die misschien gestresseerd thuiskomen, dat weet ik niet. Maar dat gebeurt ook.